Goeiedag dames en heren, jongens en meisjes. We gaan vandaag weer eens Formule 1 doen. We moeten 14 laps rijden. Zo doen we. Ik dacht van, we gaan weer eens Formule 1 doen. En hoop dat jullie het leuk vinden. Zo doen we. Het is meer van dat we dat we weer een keer even van hun daarin gaan doen. Het is een tijdje geleden voor ons, zeg maar, dat wij echt van hun daarin hebben gedaan. Dus ik dacht, het is weer eens een keer tijd om een keer van hun daarin weer een keer terug te halen. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dus zodoende. We gaan meer multiplayer games doen. Misschien als jullie een andere ding in gedachten hadden. Misschien voor game of zo. Dan moeten jullie dat natuurlijk gewoon even doorgeven via de comments dan of ja wat dan ook, weet je, via de Instagram of via dingen, zeg maar, gewoon via de comments, zeg maar. Want daar kijk ik altijd tussen als mensen iets neerzetten en ik reageer ook heel vaak op. Dus ja, zodoende. Zodoende gaan wij meer multiplayer games doen. Dan staat deze kanaal ook natuurlijk voor. Daar is het kanaal eigenlijk ook door beroemd geworden, zeg maar. Dus ja, zodoende. Misschien gaan we ook wel weer eens een keer Farming 17 doen. We moeten even kijken waar jullie een beetje van houden natuurlijk. Dus ja, zodoende. We hebben nu ook een roleplay map. Zodoende. Is het zo van waar jullie van houden? Als jullie ergens van houden of jullie willen dat een keer zien, jullie moeten gewoon alles in de comments laten en dan gaan wij daar natuurlijk mee akkoord en wij nemen dat ook voor jullie gewoon op. En zodoende. Misschien wil ik zeg maar twee keer per dag uploaden, 's morgens en 's avonds. Maar dat moet je ook aan jullie leggen natuurlijk, weet je, want ja, we hebben best wel veel games die wij, ik heb veel games die je alleen moet doen, zeg maar. Dus ja, als jullie denken van, ik wil in de ochtend, dat je zeg maar in de ochtend alleen singleplay games wil, dan gaan we dat natuurlijk ook doen. Maar ja, als ik mijn geld weer binnen heb, ga ik even met mijn moeder weer even naar de gameshop. En dan gaan wij even wat spelletjes halen, zoals Snowrunner. En of ik ga gewoon via de dinges halen. Dan moet ik even kijken. En leg eraan ook of Harudin en Harudin mee wil doen. Dan koop ik via de PlayStation Store. Maar ja, daar moeten wij nog even over bellen en dat soort dingen. Maar ja, dat komt allemaal goed natuurlijk, jongens. Ja.
Ja, weet je, ik let nooit, ik zeg maar wat het altijd is, jongens, daar bovenin let ik bijna nooit op. Weet je, ik weet dat je daar aan moet houden of zo, maar ja, bij mij gaat het meer om dat je lol hebt, weet je. Het gaat niet om het winnen, het gaat niet om verliezen, zeg maar. Het gaat gewoon om dat je het lol hebt. Weet je, en niet dat je je hele Ferrari of wagen of wat dan ook in elkaar rijdt. Weet je, want dat is gewoon van polyester. En ja, weet je, zodoende. Je moet hem niet helemaal in elkaar rijden natuurlijk. En je moet proberen om zo snel mogelijk te zijn, weet je. Maar dat komt wel goed, weet je. Het is meer van dat je gewoon lol hebt, weet je. Ik doe mijn carrière, zeg maar. Carrière kan je volgens mij niet met z'n tweeën doen. Ofwel, ik weet niet, weet je. Het is gewoon van, weet je. Het is gewoon van of je het leuk vindt, ja of nee. Weet je, ja, en zodoende, ons kanaal is eigenlijk meer met multiplayer. Zoals GTA, Farming, Beyond the Souls, Payout, zeg maar, daar is het een beetje mee omhoog gegroeid. Dus ja. Maar ja, dus zodoende, we gaan echt, echt multiplayer games doen. Zo moeten doen. We zitten nu in de vierde lap. We moeten 14 laps rijden. We zitten nu in de vierde lap, zeg maar. Maar ja, weet je, als jullie dit ook in multiplayer wilden zien, dat we tegen andere mensen rijden, dan moeten jullie dat natuurlijk ook wel geven, want we gaan ook weer de Crew 2 gaan we ook weer een keer doen. Gaan we ook weer een keer livestreamen, net als dit gaan we ook wel een keer weer eens livestreamen. Maar dan moeten we even kijken hoe en wat. En wat jullie leuk vinden natuurlijk. Dus ja, zodoende. En ja, binnenkort ga ik ook mijn camera weer een beetje, de gamecamera een beetje opknappen. Dus zodoende, dan gaan we. Oh! Nou, dit bedoel ik. Onze linkervleugel is een beetje kapot. Maar dat maakt het uit, weet je, dat wordt zo meteen gefixt. Ja, dat wordt zo meteen gewoon gefixt. En als dat wordt gefixt is dat mooi. Maar we zitten nu in de vierde lap, zeg maar. Of ja, vierde, we gaan nu de vijfde. Zesde of zevende, weet je, dan is het, dat is best wel mooi. Dus. Weet je wat het is? Je moet zeg maar met dit is gewoon de baan een beetje leren kennen. En je beste tijd gewoon neerzetten. Dus ja, weet je, dat is het eigenlijk. Dus nu, kijk, ik ging veel te hard. Zeg maar. Ja, en dan gebeurt er dat, zeg maar. Dus nu, weet je, kijk, je mag een klein beetje over dat ding heen gaan. Nee, kijk, hier moet ik al afremmen om die bocht goed te maken. Dus ja. Nou ja, weet je, we moeten. Ik ga de zevende lap pas in. Kijk, nu moet ik heel hard op mijn rem duwen. En dat is niet de bedoeling, zeg maar. Dat ik de hele tijd kaart op mijn rem moet duwen. Even boven, dan kunnen we wat meer dingen zien.
Dus ja, jullie moeten ook zeg maar de engel even, of zeg maar de camera. De engel, ja, zo heet het. Dingen of zo, camera, weet ik wel hoe het allemaal heet. Maar ja, jullie moeten wel even zeg maar zeggen. Wanneer jullie ja, op welke camera jullie het leuk vinden. Zeg maar. Dat moeten jullie wel even zeggen. Maar dan weten wij dat, weet je. Maar ja, ja. Dus ja, zodoende. We staan nu nog steeds op de eerste plek. En ja, zodoende. Ja, weet je, we gaan gewoon ons best doen om die 14e, of ja. We zitten nu in de zesde letter, nee, vijfde. Nee, zesde al. Oké. Na deze rondje, we gaan nog één rondje doen en daarna gaan we de box in. Om hem zeg maar te laten maken. En daarna moeten we weer even verder racen. Daar moeten we ook gewoon even op letten. Kijk, weet je, ik doe dit gewoon voor mijn lol, weet je. En zo doen we. Kijk, en dit moet je altijd, kijk, nu leg je in de ginterbak. Dus daar moet je wel altijd goed even opletten. Dat je die bocht gewoon niet te snel neemt. Ik heb het vanmiddag al netjes gedaan. Alleen, ja. Weet je, soms gaat het niet altijd even netjes. Maar weet je, de maakt niet zo uit. Weet je, het is maar een spelletje. Gelukkig is het niet in de weg. Zo, lekker snel door de bochten. Nou ja, en het gepiep is minder geworden. Want deze pedalen begonnen weer een beetje te piepen natuurlijk. En zodoende. Oh, ja, ik ben niet achtergezet, maar oké. Ja, deze ga ik wel de pitstop in, want ik moest eigenlijk nu de pitstop in, zeker, want je hebt 14 laps. Nou, 7 plus 7 is 14. Dus ja, weet je, je moet het zo een beetje ja, uitrekenen wanneer je de dingeste ja, in wil. Zo zie je de hele wagen, jongens. Dus ja, het is zeg maar jullie de vraag van welke engel wij moeten aannemen. Ik vind deze heel fijn en de binnenin vind ik heel fijn. Omdat je dan een beetje kan zien van oké, zo waar rij ik. Dat is gewoon deze vind ik heel fijn. Oh.
Zo, we gaan even naar binnen. Dus ja, we gaan even, moeten we even wachten, jongens. En dan gaan we weer. Dan gaan we weer. Zo. Nou, deze keer gaat het heel snel. Ja, deze keer hoef ik niet 45 minuten te wachten. Daar gaan we weer, jongens. Dan zesde lap. Oké. En de zevende. Ja, ik dacht al een zesde lap, maar ik heb er zeven gedaan. Dus ja, als jullie dit weer een beetje leuk vinden om te zien, dan moeten jullie dat even aangeven. Dan ga ik dit misschien vaker met Sam of ik kan alleen doen. Leg eraan. Ja, wat er natuurlijk is, hè. Dat je de spiegels niet kan zien, want ja, de spiegels zitten een beetje boven. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit, weet je, kijk, zolang je maar een beetje normaal rijdt en gewoon ja, zeg maar gewoon een beetje normaal. Als je gewoon normaal rijdt, dan is er niks aan de hand. Zo maar. Dus zo doen we maar wel aan nu de 9 level. Nou ja, we gaan niet
ik echt voor de eerste plek. Nou ja, het is gewoon tijdrijden, zeg maar. Want de wedstrijd doet nog wel even, want ik moet 4 keer dit doen. En dan pas kan ik even een wedstrijd doen. Dus ja, jongens, als jullie willen dat wij, dat ik zeg maar ook die wedstrijd, de race gaan opnemen, dan moeten jullie dat gewoon even zeggen. En als jullie dit willen ook vinden, dan moeten jullie ook even zeggen. Dan gaan wij dat doen, hè. Nog 4 rondjes doen, jongens. Eigenlijk 5, want het is 15, maar dan gaat de meter tellen aflopen. Voor dit, zeg maar. Ja, ik weet ook niet waarom, maar ja. Dat is het spel, hè. Dat is het spel. Oh. Gaan we hier driften. Dat is niet, oh, maar dit niet gaat driften, want dat, dat kost echt tijd. Oh ja, we zijn Team Red Bull. Zeg maar. Nou ja. Ik had deze al een hele tijd staan. Dus op donderdag dacht ik van ik ga deze carrière weer eens even afmaken. Of hij eens een keer weer doen. Ja, het is rood, groen, paars, alle kleuren, jongen. Jongens, dat ik. Wij, ja, weet je, ik doe er niet echt heel veel aan. Weet je, kijk, nu staat het weer in de groen. Daarna staat het weer in het rood, weet je. Dus dat maakt niet zo veel uit voor mij, weet je. Zolang ik maar plezier heb, dan vind ik alles goed, zeg maar. Want als dit zo, zo doorgaat, zeg maar, dan of ik sta op de tweede of de eerste plek, zeg maar, wat ik doe. Want nu staat Vettel tweede. Dus ja, weet je, daar zal het misschien tussen blijven, weet niet. We gaan gewoon even kijken hoe het gaat lopen, jongens. We zien het wel, we gaan dit gewoon even afracen. We zitten nu in de 11e lap. Nou ja, hierna met de 12e lap. Ja, dus dat. Die gaat de pit in. Spannend, jongens. Ja, sommige bochten moet je in 4 of 3 doen, zeg maar. Sommige bochten moet je ook gewoon
dan zie je die misschien nog net in 2-3, zeg maar. Het is allemaal een beetje, zeg maar, ja, verschillend natuurlijk. Maar nu de 13-11. Dus ja. Kijk, oh. Ongeluk breuk ik Brussel. Omdat hij een beetje te snel op zijn rem ging. Ja joh, hij is een beetje mij een beetje te pukken, die jongen. Zo, ik ga nu de 14e lap in. Het gaat net nog allemaal goed. We gaan nog allemaal mooi, dit gaat nog allemaal perfect jongens. Maar ja, misschien met het racen, of echt racen, dat ik een beker ga winnen, dan... ik weet niet of ik de beker ga winnen. Ik hoop dat ik de beker ga winnen, maar... Ja, weet je, het is gewoon van... Weet je... Het is gewoon je lol maken, weet je. En dat soort dingen. Dat was even van mijn moeder jongens. En mijn zus. Oh, ik ga driften hier. En we hebben geen plek. Ja, weet je, soms drift je als het regent, dan is het best wel ja, vervelend, zeg maar, met racen. En dat, natuurlijk, ja, weet je, het ligt ook wel een beetje aan je eigen rijskills natuurlijk. Weet je, net als nu, weet je, kijk, nu pak ik de bocht wel perfect, weet je, en die andere bochten er niet. Ja, en als je ergens wordt, zeg maar, wordt dingest afgeleid en zo, dan ga je heel snel de rare bochten maken.
Dus ja, weet je, dat is zeg maar het dingetje waar je zeg maar wel aan moet onthouden, zeg maar. En ja, en je moet denken aan deze strepen wat die groen met op rood of groen met geel. Maar ja, weet je, we zijn nu eerste, of nou ja, eerste. We zijn niet echt de eerste geworden, maar het is wel dat we de eerste. Ja, it's time to remind ourselves of our top three. De tijd, zeg maar. Johan, Freeman, Vettel en Alexander. We moeten even wachten. Good day today. Let's have your take. Okay. We moeten even wat antwoorden. You really went all out in practice today. Are you? You were flying in practice. Do you think you can carry this over? Doe maar gewoon wat, weet je. Appreciate your time. Het is gewoon van kijken en wat antwoorden. Maar jongens, ik wil zeggen bedankt voor het kijken natuurlijk. Vergeet allemaal niet te liken, vergeet niet te abonneren, vergeet het belletje niet aan te doen. Dan zie ik jullie de volgende keer en zoals ik altijd zeg, is later.